Meer dan 1 miljoen shows, samen meer dan 30 miljoen afleveringen. Dat is hoeveel podcastmateriaal er wereldwijd bedacht, gemaakt en verspreid wordt. Recht in jouw oorkanaal, zoals nu. En toch proberen we met tweespraak uniek te zijn in die massa. Uniek door onze doordachte vragen, unieke combo van gasten en door één regel aan te houden. Eerlijke, losse gesprekken onder vrienden. Welkom beste luisteraars, welkom bij episode 11 van Tweespraak. De medische en de entertainment sector. Totaal verschillend of opvallend veel gelijkenissen. Dat gaan we vandaag ontdekken. We verwelkomen Bert Hilde van der Kruisen, of beter gekend als stand-up comedian Bert Kruismans. Misschien nog beter bekend als de allerslimste mens ter wereld uit 2011. Op meer dan 1,5 meter van Bert verwelkomen we een autoriteit met een grote boodschap, letterlijk. Dr. Luc Colomon is bezieler van VZW Stop Darmkanker en trekt de wereld rond om die rotziekte een halt toe te roepen. Naast fervent twitteraar heeft hij sinds kort ook een eigen podcast. Welkom Bert en Luc. Hallo, hallo. Goedenavond. Goedenavond. Heren, jullie kennen elkaar louter van zien, zoals men zegt, of toch beter dan we zouden denken? Nee, wat mij betreft is het enkel van zien. Elkaar op de boekenbeurs ontmoet, maar dat is bij de opening van de boekenbeurs kom je dan nog wel bekend volk tegen. En natuurlijk van tv. En van Twitter. En van Twitter. Hij is een fervent twitteraar, ik ken hem dus ook van Twitter. Ja. Ja. Ben jij fervent twitteraar, Bert? Soms wel, dat is met vlagen een beetje bij mij, eerlijk gezegd. En het is natuurlijk, het is ook zo'n verguisd medium. Hè. Het heeft veel nadelen. Ik vind het een heel goed medium om met mensen die je kent in contact te blijven. Of met mensen waarvan dat je voelt dat je op dezelfde golflengte zit. Er zijn een aantal mensen die ik nog nooit ontmoet heb. Maar waarvan dat ik denk van, daarmee wil ik best wel eens een avond een pint gaan drinken. Maar langs de andere kant is Twitter toch een heel slecht medium om in een discussie verzeild te geraken. Want dat is niet gemaakt om te discussiëren. Zelfs niet met mensen die echt willen discussiëren en dus die het niet per se gelijk moeten hebben. Dus het is een beetje, ik sta er nogal tweeslachtig tegenover. Een beetje haat-liefde verhouding. Ja. Ja. Okay. Herken je Luc in wat Bert daarover vertelt? Absoluut, absoluut. Ik vind dat Twitter enorm veel mogelijkheden heeft. Wij proberen het positief te benaderen om informatie en voorlichting te geven. Bijna dagelijks eigenlijk, omdat het een belangrijk probleem is, darmkanker, jammer genoeg. En ik sluit me volledig aan met wat Bert zegt, dat het eigenlijk niet de plaats is om discussies te voeren. Ik doe dat uiterst zeldzaam, want dat zijn discussies die op voorhand verloren zijn. Op Twitter kan je geen discussie winnen. En daar leent het medium zich inderdaad niet goed voor. Ik heb maar vroeger dat ook al eens laten verleiden om dat toch te doen. Vroeger nog toen ik in het ziekenhuis werkte. En dan een paar weken later kom iemand tegen en zegt, amai, dat was nogal de moeite daar op Twitter. Ik zeg, hoe wat? Ah ja, 3 weken geleden, serieuze discussie. Je bent dat zelf al vergeten, maar je vergeet wel dat heel veel mensen dat natuurlijk allemaal mee zitten te volgen. Ja. Dus ik vind Twitter, ik bekijk langs de positieve kant, het heeft heel veel opportuniteiten. Het heeft inderdaad de laatste tijd een negatieve connotatie, maar ik probeer er positieve aspecten van te zien. En inderdaad, je leert mensen kennen die je van haar nog pluim kende en die je dan alleen via dat klein avatarje kent. En als je dan in het echt tegenkomt, dan zijn dat heel sympathieke mensen. Het is ook een heel vluchtig medium, vind ik. Tweets zijn snel vergeten, denk ik dan, of niet? Ja, op zich vind ik dat niet zo'n probleem. Ik vind het vooral een probleem als de gewone, klassieke media zich daardoor laten leiden. Dat die zeggen van, er was gisteren weer een Twitterstorm. We weten allemaal dat dat eigenlijk niet zoveel voorstelt, dat het een hele kleine bubbel is, hè, dat is een heel modieus woord, maar dat het een heel kleine bubbel is van mensen die zich verschrikkelijk aan het opwinden zijn over iets en 3 dagen zijn ze inderdaad vergeten waarover ze toch zo boos waren. En als klassieke media mag je niet in die val trappen en denken dat dat altijd ongelooflijk belangrijk is. En dat doen ze toch wel iets te veel, vind ik. Een beetje relativeren van dat alles. Ja, maar het is ook gemakkelijke journalistiek, hè. Je moet maar gewoon je gsm nemen en kijken wat er hot is en daar dan een stukje over plegen, want de deadline wenkt van de eindredacteur in de krant. Je moet niet meer in de auto stappen en op zoek gaan naar het nieuws. Je moet gewoon die gsm nemen. Dus het is ook een beetje een gemakkelijkheidsoplossing. Klopt. Hè. Je kijkt wat trending is en wie er voorbij komt en wat mensen, diegenen die gevolgd. En
vaak vanuit een tweet vertrekt een stukje nieuws en is het, gaat het heel snel. Soms te snel. Vind je dat positief dat dat inderdaad zo snel gebeurt, dat de pers zoiets vluchtig is geworden? Of zeg je van soms zouden we beter eigenlijk een keer het artikel wat uitgebreider en wat meer doordacht schrijven in plaats van gewoon een losse tweet de wereld in te sturen? Of hoe zie je dat? Ja, dat hangt natuurlijk van het onderwerp waarover getweet wordt. Hè. Maar er zijn de laatste tijd jammer genoeg heel wat problemen op diverse fronten. En dan wordt vaak een tweet uitvergroot en dan vergeet men eigenlijk het volledige beeld, de context waarbinnen die tweet geplaatst is. Ja. En ik probeer toch ook, als ik tweet, echt goed na te denken wanneer dat je zoiets tweet. Ik heb zo iemand horen zeggen, eigenlijk zou elke tweet moeten kunnen overeenkomen met een kop van een krantenartikel. Ja. Zonder te fel in discussie te willen gaan. Het probleem is dat Twitter ook heel veel vraagt van de gebruikers. Het vraagt heel veel fijngevoeligheid qua taal, taalvermogen. Je moet goed kunnen formuleren in die 280 tekens. Je moet die nuance er kunnen inleggen. Dus je moet gewoon je eigen moedertaal al zeer goed kunnen hanteren. Zeker. Niet alleen de mensen die tweeten, maar ook de mensen die het lezen. Ik heb op school, en nu is het Bompa verteld, ik ben een oude vent en ik heb stil lezen gehad in het derde en het vierde leerjaar. En ik heb altijd de indruk dat men dat op een bepaald moment afgeschaft heeft. Want mensen kunnen niet alleen soms niet schrijven, maar ze kunnen ook gewoon niet lezen. Ze lezen niet wat er staat. Ze lezen wat ze graag hebben dat er daar zou staan. Ja. En dan krijg je natuurlijk heel veel misverstanden en die krijg je dan binnen dat medium niet opgelost. Oké, het brengt ons bij onze eerste vraag van de podcast eigenlijk. Hè. Het gaat een beetje naartoe, denk ik, want stel dat jij eindredacteur van alle kranten zou zijn en je mag daarop één quote drukken die misschien ook een tweet zou kunnen zijn. Welke quote zou jij dan op die frontpagina van alle Vlaamse kranten of alle buitenlandse kranten meegerekend willen zien verschijnen, Luc? Ja, voor mij is het heel gemakkelijk. Hè. De grote boodschap, dubbelpunt, doe de test. Hè. Mm-hmm. In alle talen, in alle lettertypes, dat zijn 6 woorden. Hè. De grote boodschap, doe de test. Daar zou ik heel gelukkig mee zijn. Ja, voor mensen die jou niet kennen, dan bedoel je natuurlijk het laten testen op kanker. Ja, de simpele test op darmkanker, de poepsimpele test. Kijkers kunnen het niet zien, maar ik laat het toch even zien. Het is een heel gemakkelijk toestelletje. Men zegt soms de mascara-test. Je moet daar dus niet mee door je wimpers gaan. Dat is dus echt niet de bedoeling. Je moet dat wel degelijk in de stoelgang doen. Mm-hmm. Wil je nadien nog eens door je wimpers gaan, is dat op je eigen verantwoordelijkheid. Dat is niet de bedoeling. Maar het is echt... En waarom is het zo belangrijk? Omdat het levens kan redden, leed kan vermijden en kosten kan besparen. Ja. Elke dag krijgen er 10 Belgen te horen dat ze darmkanker hebben. 23, excuseer me. Elke dag 23. Mm. Elke dag zijn er 10 begrafenissen van darmkanker. Elke dag, gisteren, vandaag en morgen. Dat vind ik veel te veel. Mm-hmm. Ik heb enkele weken geleden nog eens een blog geschreven met als titel: dit is eigenlijk onaanvaardbaar. Dat in een land als België er nog elke dag 23 Belgen te horen krijgen dat ze darmkanker hebben. Dat is veel te veel. Dat is een ziekte die men minstens de helft ervan door een eenvoudige test en vooral door informatie en voorlichting kan voorkomen. En ik ben er zeker van dat deze podcast minstens 1 darmkanker zal stoppen. En vind ik al de moeite geweest om hier aan deel te nemen. Absoluut, ja. Top. Is dat een kwestie van onwetendheid bij de bevolking, denk je? Absoluut, absoluut. Ik geef heel veel lezingen binnen en buitenland en overal waar ik kom, denk ik dat de mensen het verhaal ondertussen wel kennen, het verhaal van dat klein polypje, en dat ze weten wat ze moeten doen. Maar elke avond zeg ik toch goed dat ik hier ben voorbijgekomen. Ja. En we horen ook vaak mensen die zeggen, dankzij de test, dankzij uw lezing, dankzij dat artikel, dankzij de podcast, hebben ze bij ons op tijd leed kunnen vermijden, polypen weggenomen, darmkanker kunnen vroegtijdig vaststellen. En informatie en voorlichting, we hebben het juist gehad over Twitter, wij gebruiken alle sociale mediakanalen, die zijn dankbaar, omdat je die dus zelf kunt sturen en die informatie en voorlichting kunt geven. Als ik het goed voor heb, dan krijgt op zich ook elke Belg, als hij 50 wordt, een gratis test toegestuurd. Is dat iets dat op zich werkt in ons land, of worden er ook, is er daarop veel te weinig respons ook vandaag? Wel, het is inderdaad zo dat wij voldoen sinds dit jaar aan de Europese richtlijnen. Hè. Die zeggen dat dus elke man en vrouw tussen de 50 en de 74 die test moet krijgen. Mm-hmm. Die krijgt die. En dan zien we merkwaardige verschillen. In Vlaanderen is het zo dat 51,5% van de mensen die test doet. De mensen die snel kunnen rekenen, die weten dat dus 48,5% die niet doet. Hè. Dus het verhaal van het glas dat half vol en half leeg is. De helft doet het wel, de helft doet het niet.
aan die 48,5% mensen die de test niet doet, heb ik maar één boodschap. Één grote boodschap. Mm. Drie woorden. Doe de test. Mm. En dan zien we, ik wil er geen communautaire problematiek van maken, maar dan zien we bijvoorbeeld in Wallonië, toch niet zo ver van hier, daar komt men amper aan 20%. Dan zien we bij onze noorderburen doet meer dan 70% van de mensen dat. En die zeggen waarschijnlijk, nou, dat is een makkie, poep in een zakje, klaar is Kees, het is nog gratis ook. Dat is natuurlijk erg kort door de bocht, maar zo'n grote verschillen op zo korte afstanden, merkwaardig, en informatie en voorlichting zijn daarin cruciaal volgens mij. Bert, jij bent ook al boven de 50, jij behoort tot de doelgroep eigenlijk van Luc. Is dat iets wat jou zorgen baart, wat jou bezighoudt? Wat mij bezighoudt, ik ben kankerpatiënt. Hoeveel jaar is het nu ondertussen geleden? Is al een tijdje geleden hoor. Is er bij mij een kwaadaardig melanoom ontdekt. Dus ik ben huidkankerpatiënt, maar dat is allemaal goed afgelopen. Men was er eigenlijk op tijd bij, maar het is wel op het nippertje geweest, blijkbaar. Dat is heel vreemd, dan op een bepaald moment wordt dat kwaadaardig gezwel wordt weggesneden en dan wordt dat op kweek gezet of zoiets. Enfin, ik ken daar niks van, maar Lux zal perfect kunnen volgen nu. En dan moet je een aantal dagen wachten om te weten van wat is het resultaat. En krijg je rood licht of krijg je groen licht. En ik herinner mij nog zeer goed dat ik toen met mijn broer naar een concert van Paul McCartney ging. In Liverpool. In het stadion van Liverpool. Wat toch wel een heel aparte sfeer gaf, want het was lang geleden dat McCartney nog had opgetreden in Liverpool. En Yoko Ono en de weduwe van George Harrison, die zaten op de eerste rij. En hij zegt dan van, ja, mannen, hoe is het hier met jullie? Ik ben hier geboren, hier op het einde van de straat. En nu ga ik een liedje zingen over een straat dat je misschien wel kent. En natuurlijk, duizenden mensen zingen mee. Penny Lane, enzovoort, enzovoort. Dus ik vond dat toch wel een vrij uniek moment. En ik zat zo te denken van, morgen kom ik terug in België en dan krijg ik de uitslag van die test. En ik dacht eigenlijk vooral van, wat moet ik allemaal regelen? Ik moet met mijn boekhouder afspreken. Ik moet alles regelen dat mijn vrouw daar niet te veel last van heeft. Van heel die zakelijke kant van dat verhaal. En ik dacht ook tegelijkertijd, dit heb ik dan toch nog maar gehad. Dat concert van Paul McCartney. Dus ik ben wel met die sterfelijkheid geconfronteerd geweest. Maar het is allemaal goed afgelopen natuurlijk. Hè. Maar soms is het... In mijn geval was het een kwestie van een paar millimeter, hè, letterlijk. Ja. Best beangstigend, jouw verhaal zo. Ja, goed, maar dat is een verhaal dat veel mensen hebben, denk ik. Dat je zegt van, goed, ik heb geluk gehad. En een andere heeft minder geluk, omdat ze er niet snel genoeg bij waren, omdat je er geen aandacht voor had, enzovoort, enzovoort. Dus, en inderdaad, preventie is natuurlijk het beste dat er is en bespaart ook het meeste geld. Niet alleen het meeste menselijke ellende, maar ook het meeste geld. Ik kwam mij ook een beetje bezig met de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië. En het klopt dat preventieve geneeskunde ook veel minder... veel minder trendy is in Wallonië dan in Vlaanderen. Ik heb er ook niet meteen een verklaring voor, maar het is wel zo. Ja. Herken je dat ook, Luc, hetgeen Bert zegt? Ja, ik zeg soms, preventie is geen toverwoord. Hè. Het werkt. Hè. Mm-hmm. We zien gelukkig, de cijfers die we nu zien, tonen aan dat er minder darmkankers zijn dan voor de start van het bevolkingsonderzoek in oktober 2013. Dat men meer darmkankers in een vroege fase vindt. Dus dat is, ik zou zeggen, fantastisch goed nieuws. Het is kostenbesparend. Darmkanker onder bevolkingsonderzoek is veruit het meest kostenefficiënte. Maar die culturele verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië op dat vlak, vreemd. Ik heb daar ook niet direct een uitleg voor. Ik kreeg ook de laatste maanden, jaren ook regelmatig in Wallonië lezingen in het Frans. En dan zie je daar dat de mensen, dat is een totaal nieuw verhaal. Hè? Concert du colon, daar hebben ze amper van gehoord. Terwijl het de tweede meest frequente voorkomende vorm van kanker is na longkanker. Hè? Mm-hmm. Dus, en is het meer, als je naar het zuiden gaat, hè, ik
Ik ben ook regelmatig in Italië, daar zie je ook grote verschil tussen het noorden en het zuiden. Als je dan weet, bijvoorbeeld in Puglia, dat is een prachtige streek, daar doet 4%, hè, 4%, 4% van de mensen mee. Maar ik zou zeggen, dat kunnen ze niet kwalijk nemen, want ze weten het niet. Als niemand het u vertelt, ja, dan gaat het ook niet weten. Hè. Dus alles begint voor mij met informatie en voorlichting. Mm-hmm. Ik heb onlangs in een andere podcast gezegd, als ik kennis heb die anderen niet hebben, en die kennis kan levens redden, leed vermijden en kosten besparen, maar dan is het mijn verdomde plicht van die kennis te delen. Absoluut, ja. En kennis delen kan levens redden, ondertitel van mijn boek Stop Darmkanker. Ik geloof daar heel fel in en gelukkig, ook via sociale media, krijgen we heel veel berichten van mensen die zeggen van oké, dankzij, daardoor, hebben we het kunnen vermijden. Oké. Je zei daarnet, preventie is geen toverwoord. Dat brengt ons naadloos bij onze tweede vraag. Welke magische gave zou je willen bezitten? Bert, ik ga eens luisteren naar jou. Oplossing. Een magische gave, dat is wel een heel zwaar woord. Ik ben wel nog een zeer nostalgisch ingesteld mens. En ik ben zo iemand die heel graag terug in de tijd zou willen gaan. Niet zozeer in de toekomst eigenlijk, want dat lijkt mij beangstigend en ook stresserend. Het feit dat ik het al zou weten waar het naartoe gaat, en je kan er enorm veel filosofische bespiegelingen over maken natuurlijk, van met de kennis die je al hebt over de toekomst, kan je die toekomst dan veranderen. Hè? Ik vind trouwens dat Back to the Future, dat die films, ik vind dat een filosofisch standaardwerk waard is. Je kan daar een hele avond over filosoferen, eigenlijk. Alleen op basis van die films. Mm-hmm. Maar ik zou vooral heel graag naar het verleden gaan. En dat hoeft echt niet zo ver te zijn. Dat mag voor mijn part 1958 zijn. Ik ben toch wel iets te jong om de Expo 58 te hebben meegemaakt. Maar bijvoorbeeld die periode zou ik heel graag naartoe gaan, ook om bepaalde dingen te zien. Dus ik ben ook zo iemand die graag een hele avond op YouTube oude filmpjes zit af te schuimen. Hè? Zo van die filmpjes met als titel De paardentram naar Antwerpen. Zo. En dan interesseert mij dat, van hoeveel trams per uur of per dag gingen er, hoe snel gingen die... hoeveel mensen gingen naar de zee op vakantie? Wat kostte toen een brood? En zo. Ik weet niet waarom, hoor, maar ik ben ook bezeten van geschiedenis. Maar zelfs die hele kleine menselijke dingen, dat zou ik heel graag willen zien. Dus, maar ik vermoed dat die magische gave er niet meer zal komen. Luc, als jij zou mogen kiezen welke magische gave je graag zou willen bezitten... Een concreet idee, of is dat ook wat... Ja, dat is ook een heel moeilijke vraag. Je kunt er langs alle kanten op antwoorden. Ik zou van beroepshalve natuurlijk moeten zeggen, ja, het wondergeneesmiddel vinden dat alle kanker stopt. Maar toch een ander onderwerp. En dan vind ik Bert zijn benadering inderdaad wel leuk. Moest je op een knop kunnen duwen, dat je zegt van 30, 40 jaar terug, jaren 60... heb ik toch heel wat herinneringen aan. En ik zou bijna zeggen, enkel goede herinneringen aan... Hè. De maanlanding, het Eddie Merckx verhaal, onbezorgdheid. Hè. Ik denk dat het toen een periode van onbezorgdheid, hè, je zit 14, 15, 16 jaar. Er is alleen op woensdagmiddag een onkel Bob, er is alleen zwart-wit tv. Eigenlijk was dat een hele mooie tijd. En nostalgie is iets wat eigenlijk goed doet met een mens, denk ik. Dus allebei terugkeren in de tijd, een beetje. Ja, niet te ver, maar die periode was college, eigenlijk. Eigenlijk examens, gewone examens. Nog niet universiteit, maar voetballen bij Sporting Hasselt. Gewoon leuk, mooie tijd. Top. Doet het jullie dan ergens pijn dat de tijd zo snel voorbij gaat? Wel, daar heb ik al vaak over gediscussieerd. Maar de tijd gaat alsmaar sneller. Hè? En iedereen zegt dat, maar dat is ook zo, hè? Want... iemand van één jaar die twee jaar wordt, dat tweede jaar is 50% van zijn beleving. Iemand die 50 jaar is en die wordt 51, dat één jaar is maar 2% van zijn beleving. Mm-hmm. Dus wordt alsmaar korter en korter. En het is, vandaag is het dinsdag. En voordat we het weten is het alweer vrijdag en zaterdag, zondag. En is het alweer opnieuw maandag. En vroeger, ik herinner me die vakanties in de zomer... In de jaren 60, die waren
die maand juli, augustus, daar kwam geen einde aan. Je had de eerste ronde van Frankrijk 3 weken. En dan mocht je nog op scoutskamp gaan. En dan waren er nog weken. En dan was het pas 1 september. Ja. En nu is die vakantie, ja, voor je het weet, is het kerstmis, hè? Ja, ja, ik heb hetzelfde gevoel. Ik ben al een paar jaar de 50 voorbij. Maar nu ongeveer begin ik daar aan te wennen. Dat kan toch niet dat ik 50 ben? Dat kan toch gewoon, natuurlijk. Mensen worden ook jonger en jonger. Ik bedoel, in die zin dat vroeger mensen van 65, die waren kapot gewerkt. Hè. Mijn grootvader die was kapot gewerkt. Dat waren mensen die, als die nog hun tanden hadden, dan stonden die in een potje naast hun bed, hè, 's nachts. Ik bedoel, ja, de gezondheid van de mensen, van de generaties die 2 wereldoorlogen hadden meegemaakt, was natuurlijk veel slechter dan... Nu heb je mensen van in de 60 die marathons en zelfs triathlons lopen. Ik bedoel, als iemand dit in de jaren 70 deed, die viel gewoon dood. Mm. We hadden alleen John Massis die treinen voortrok. En dat was het ongeveer. Dus ik bedoel, maar dat is wat ik bedoel. Met, we zijn jonger dan vroeger. We kleden ons ook jonger, hè, enzovoort, enzovoort. Maar langs de andere kant klopt het natuurlijk dat het zo allemaal verdomd snel vooruit gaat. En dat je denkt van... ja, nu moet ik er wel aan beginnen. Hè. Ik bedoel, nu als ik dat ultieme theater, die theatervoorstelling wil maken of dat boek wil schrijven, dan zijn er nu geen excuses meer. Hè. Mm-hmm. Nu moet het wel gebeuren. Of het gebeurt, dat zullen we dan ook wel zien. Maar ja, het is een soort van gejaagdheid die ik wel begin te krijgen. Leg je zelf daardoor geen extra druk op? Misschien wel, maar het voordeel is dat ik toch de dingen die overbodig zijn meer en meer schrap in mijn leven. Dat ik selectief ben in mijn agenda, in wat ik doe, zowel in het aannemen van projecten als ga ik vanavond naar dat BV-feestje. Enfin, ik heb het eigenlijk nooit gedaan. Maar, of niet. Ik merk dat ik ten opzichte van vroeger ontzettend, ontzettend weinig televisie kijk. Ik heb zelf een goede 10 jaar voor televisie achter de schermen gewerkt. En het is misschien, ja, als je zelf in de salamifabriek gewerkt hebt en je weet hoe het gemaakt wordt, dat je het niet meer wil eten. Maar ik kijk amper nog televisie. En waarom? Het is ook zo, dan zit ik met mijn vrouw in de zetel te denken van, maar dit hebben we al gezien. We hebben alle formats gezien, tot de meest ranzige dingen toe. Ik bedoel, als je 10 quizzen gezien hebt in je leven, heb je ze toch allemaal gezien? Dus ik denk van, ja, been there, done that. En gelukkig hebben we nu het internet natuurlijk, dat is wel fantastisch. Mm-hmm. Je kan de meest fantastische dingen vinden. Dus ik zit heel veel documentaires te kijken tegenwoordig op YouTube. Mm-hmm. Vaak ook in andere talen, omdat ook met dat ouder worden wordt eigenlijk die honger naar kennis nog groter. Zo van... Ja, ik moet voortmaken, want de klok tijd, tikt. De tijd dringt. Ja, ja, de tijd dringt. U zei daarnet, Bert, been there, done that. Maar we hebben uiteraard nog niet alles gedaan. Dat zou jammer zijn ook met nog veel jaren voor ons. Maar laat ons zeggen, wat staat er met stip bovenaan jullie bucketlist? Iedereen heeft wel zo'n bucketlist met zaken dat hij of zij nog wil doen in zijn leven. Luc, we gaan misschien beginnen bij jou. Wat staat er bij jou bovenaan op je bucketlist? Ja, ik heb een hele korte bucketlist en enkele jaar geleden wist ik amper wat het woord betekende. Dus ja, dat hebben we toch ook leren kennen. Hè. Maar bij mij is het heel eenvoudig. Een koffietje drinken met Katie Couric. En nu zal de luisteraar zeggen, Katie... Wie is dat? Hè? Ja, Katie Couric. Vragen wij ons ook af trouwens. Misschien een kleine test voor de allerslimste mens ter wereld. Maar ik ga hem niet in verlegenheid brengen. Katie Couric is een zeer sympathieke Amerikaanse anchorwoman, een journaliste, die de enigste journaliste in Amerika is die naar 60 Minute Show al de presidenten gehad heeft op bezoek. Dus een fantastische dame. We zijn even oud, we zijn allebei van 57, dus we moeten maar snel rekenen hoe oud dat we zijn. Maar ze heeft haar man op jonge leeftijd verloren aan darmkanker. En zij heeft die gelegenheid gebruik gemaakt om eigenlijk ook aan awareness te gaan doen, informatie, voorlichting. En het is zij die eigenlijk Stand Up Against Cancer heeft opgericht. En als men goed luistert, Stand Up Against Cancer, dan hoor ik daar zo, kom op tegen kanker in. Hè? En Katie Couric is een fantastische vrouw. Ik heb eens ook ene keer een tweetje
dat zij mij toch beantwoord heeft, maar ik denk niet dat zij wist wie ik was, maar die zou ik eigenlijk wel eens willen ontmoeten. Wat zou je haar zeggen, wat zou je haar vragen? Ik ben van nogal eens gevraagd. Ik denk dat een gesprek tussen gelijkgestemden heel snel, spontaan en verloopt. En ik denk dat dat geen agenda moet zijn en dat dat gewoon een spontaan gesprek is. En misschien veel langer duurt dan één koffietje. Maar ik zou er wel speciaal voor naar New York willen vliegen. Ja. Fantastisch. Bert, sluit jij bij je zo'n ervaring aan of heb je toch iets anders bovenaan jouw lijstje? Bovenaan mijn bucketlist staat het maken van een bucketlist, vrees ik. Ik ben iemand die enorm de dingen op zich laat afkomen. Ja. Ik heb daarnet gezegd van ja, ik moet nog dingen doen en zo, maar ik ben heel slecht in het plannen. Als ik overloop wat ik tot nu toe gedaan heb, dan is het zo dat heel veel dingen die ik heb gedaan, is echt toeval. Mm-hmm. Mensen die het mij gevraagd hebben. Eigenlijk, ja, laat ons zeggen, 90% van de... Hoe ben ik met stand-up comedy begonnen? Een vriend van mij, Peter Perceval, zei van ik wil met stand-up comedy beginnen in België, want dat bestond niet eigenlijk. En hij zei, ja, ik weet dat je ook met humor bezig bent en met theater en met cabaret en zo. Hij zei, kom eens kijken naar onze eerste worp in een café in Lier. En ik ging kijken en hij zei, wat vond je ervan? En ik zei van, ik vond het ongelooflijk slecht. Ik zeg, zelfs ik kan beter. En hij zei, ja, oké, kom dan maar meedoen. Binnen 2 weken spelen we opnieuw. En zo ben ik daarin gerold. En 90% van de dingen die ik doe, ben ik eigenlijk ingerold. Het enige wat ik toch op professioneel vlak, wat ik echt doelbewust zelf gedaan heb, dat is een paar boeken geschreven, want dat vraagt niemand jou, boeken schrijven. En mijn Franstalige avonturen, nou, mijn vak als stand-up comedian ook in het Frans beginnen uitoefenen. Ja. Dat is ongeveer het enige, maar al de rest is op mij afgekomen. Maar het klopt wel wat ik daar straks zei, van ik voel dat het tijd wordt om daar een beetje van af te stappen en een beetje proactiever te zijn en zelf dingen te beginnen maken en doen. Maar het probleem is dat ik ook heel veel verschillende dingen wil doen. Ik ben een beetje jaloers op Luc die zegt van ja, die krantenkop, heel eenvoudig, doe de test. Hij heeft een heel duidelijk doel in zijn leven. Terwijl, ik ben op maandag met dit bezig, op dinsdag... Ik schrijf boeken over heel veel verschillende onderwerpen. Ik speel stand-up comedy, ik geef lezingen. Ik werk voor radio, voor televisie, noem maar op, enzovoort, enzovoort. En misschien dat het daardoor ook wel een beetje verwatert, eigenlijk. Ja. Dus ik ben op veel verschillende fronten tegelijkertijd actief en dat is waarschijnlijk niet altijd even efficiënt. Ja, toen jij verwees naar de quote van Luc, dacht ik eraan, heb jij jouw quote gehoord die je op de voorpagina zou laten drukken? Wel, ik heb hem dus niet. Ik ben iemand die van twijfel en nuances aan elkaar hangt. Zouden zeggen van, je moet voorzitter worden van de CD&V, enerzijds, anderzijds. Maar het is altijd zo geweest. Op het moment dat ik... rechten studeerde, was ik ook met theater bezig. Mm. En nu ik stand-up comedy doe, schrijf ik ook een historisch boek waar dat geflopt is, omdat geen journalist wou dat bespreken, want die zei van een historisch boek door Bert Kruismans zal wel om te lachen zijn. Hè? Ik herinner mij dat ik op basis van dat boek een lezing mocht geven in Nederland, in Den Haag, naar aanloop van de opening van het parlementair jaar in Den Haag, van Prinsjesdag, is er eigenlijk elk jaar 1 Nederlandse provincie die de gastheer is in Den Haag, op het Binnenhof, in het politieke centrum van Nederland, met allemaal discussies, seminaries, noem maar op. En ik was een van de sprekers daar en het ging over de haven van Gent en Vlissingen en... Daniel Termont, toen burgemeester van Gent, was daar. En Matthias de Klerk, toen havenschepen van Gent, was daar. En zeiden van, ja, en de volgende spreker over de economie van België en Nederland, Bert Kruismans. En ik zag Daniel Termont en Matthias de Klerk kijken van, waar zit hier de verborgen camera? Want het is toch onmogelijk dat meneer Kruismans een economische lezing komt geven over de havensamenwerking tussen België en Nederland. Maar dat is een aspect... Voor mij is dat allemaal heel normaal. In mijn wonderlijke hoofd is dat heel logisch. Maar voor de buitenwereld is dat heel vreemd. Dat je zoveel verschillende dingen doet. En de pers zeker stoppen je graag in een vakje. En stop je niet graag in 4 verschillende vakjes.
En hoe erg vind je dat dan zelf, dat men jou louter ziet als comedian en niet als historicus of journalist? Op zich begrijp ik dat. Dat is niet alleen met mij dat dat zo gebeurt. Er zijn een paar mensen die in heel veel verschillende vakjes mogen zitten. In Vlaanderen is dat bijvoorbeeld Bart Peters. Die mag dat. Ik ken Bart. Ja, ik heb ook met Bart samengewerkt. Ik was ooit nieuwslezer in het Leugenpaleis op Studio Brussel. Dus nu spreek ik over 30 jaar geleden. Dat was mijn eerste job toen ik bij Studio Brussel werkte. En ik heb ook met Bart voor televisie samengewerkt, achter de schermen, aan zijn programma's meegewerkt. Dus ik volg zijn parcours wel een beetje. En hij mag dat en hij kan dat. Dat komt ook omdat die man ongelooflijk veel talenten heeft natuurlijk. Maar goed, misschien schrijft Tom Bonen morgen wel een fantastische roman. We weten dat niet. Nee. BV's laten hun boeken vaak schrijven. Dat is waar. Maar het is niet omdat je BV bent dat je plotseling niet de gave zou hebben om goed ter penne te zijn, dat je niet zou kunnen schrijven. Maar dat is voor veel mensen is dat moeilijk, blijkbaar. Je zei daarnet, Bert, de buitenwereld die het anders ziet. Er zijn soms ook zaken die de buitenwereld misschien niet weet of minder weet. En een van die zaken is misschien een guilty pleasure. Iedereen heeft sowieso een guilty pleasure. Iets waar je jezelf misschien schuldig of minder schuldig over voelt, dat niet veel mensen weten. Luc, jouw guilty pleasure zijn? Ja, dat was gelijk die bucketlist. Dat was ook zo'n woord dat ik guilty pleasure. Ik zeg, dat nog een keer gevraagd. Ja, en iedereen heeft zo van die verborgen trekjes. Boys and toys. Hè. Mm-hmm. Ik heb een voorliefde voor Italiaanse wagens. En ik heb ook een van die klein dinky toytjes, gelijk men dat zegt. Hè, van die schaalmodellen, die 1,43, die klein autootjes. En ik heb daar een verzameling van die behoorlijk uit de hand gelopen is. Die in verschillende vitrines staat. En als ik daar zo weer eens iets nieuws vindt op een beurs of tegenwoordig via internet, dan kan ik daar eigenlijk toch wel heel wat plezier aan beleven. Mm. Italiaanse wagens, het summum denk ik dan is de Ferrari, of is dat bij jou anders? Ferrari, Maserati, Lamborghini, ook een heel rijke geschiedenis. Alfa Romeo heeft een bijzonder rijke geschiedenis en dat zich ook in de schaalmodellen uit, want die hebben van een vuilkar in 1940 tot Formule 1, tot alle mogelijke prototypes gemaakt. Het is een heel, heel mooi merk om in miniatuur, letterlijk en figuurlijk in miniatuur, te verzamelen. Mm. Oké. Okay. Bert, heb jij zo'n guilty pleasure? Dat kan ook iets om te eten zijn of eender wat, of jij zegt van Maar als je een echte guilty pleasure hebt, dan ga ik die hier natuurlijk niet verklappen. Ja. Hè? Ik bedoel, anders is het geen guilty pleasure, denk ik dan. Ja. Mm-hmm. Maar goed, over het algemeen, ik schaam mij over weinig. Mm-hmm. Dat vindt mijn vrouw zeker. Ik schaam mij over zeer weinig, maar goed, stel dat ik een guilty pleasure zou hebben, dan zou ik ze toch echt niet vertellen. Ja, bedoel, definitie, hè? Maar bijvoorbeeld, een van onze vorige gasten zei, voor mij is dat een dame blanche. Dat is iets, als ik dat op de kaart zie staan, moet ik dat altijd eten. Als ik dat thuis in huis heb, dan is dat sowieso altijd op, bijvoorbeeld. Dame blanche kan iets zijn. Mellow cakes hebben we ook al gehoord, meestal iets om te eten. Iemand zei, ik kijk elke dag naar Thuis. Ook een guilty pleasure. Ah ja, dat had een guilty. Ik heb nog nooit een aflevering gezien van Thuis. Is dat ook een guilty pleasure? Ik weet voor het niet. Ik zou het, wat eigenlijk, met schaamrood op de wangen bekennen, want als stand-up comedian moet je een beetje toch volgen waarmee de mensen bezig zijn. En sommige mensen zijn bezig met het lezen van Leviathan van Thomas Hobbes, maar er zijn ook mensen die bezig zijn met het kijken naar Thuis. Dus ik zou het eigenlijk voor mijn vak wel moeten doen. Dus dat is dan misschien mijn guilty pleasure, niet naar Thuis kijken. Maar ik moet wel zeggen, ik moet opletten, ik denk dat ik een hang naar verslaving heb. En dat kan op veel verschillende domeinen. Dus ik moet daar bijvoorbeeld computerspelletjes. Ik speel geen computerspelletjes, maar ik weet waarom. Ik heb zo oud ben ik dat ik nog het land moest dienen, ofwel als burger, ofwel als militair. En ik koos voor burger, dus ik heb burgerdienst gedaan op de universiteit in Leuven. En ik werkte daar bij de studentendokter als administratieve kracht. Dat was heel interessant, want ik had toegang tot de fichenbak waar al de medische dossiers van alle studentinnen van Leuven in zaten. Dat was een zeer boeiende tijd. Ik deed daar eigenlijk niks. Ik speelde daar de hele dag Tetris op de computer.
En dan kwam er wel eens een dokter vragen, hoe zit het met dat en dat dat je ging doen? Ja, maar ja, het is nog niet af. En nee, maar ik speelde echt bijna dag en nacht gewoon in een kamertje Tetris. En dat was mijn leven. Ik heb ook een zekere verzamelwoede waar ik moet voor opletten. Ik heb 15 jaar geleden aan mijn vrouw verteld dat dat ongeveer rond deze tijd dat er 5 motorfietsen in onze garage zouden staan. En ze dacht dat dat om te lachen was. En ik zit nog maar op 2, dus ik moet die bucketlist nog afwerken. Dat is bijna half 5. Maar ik begin nu stilaan naar exemplaar nummer 3 te kijken. Ja. Het is eigenlijk omdat ik geen plaats heb om ze te zetten dat ik bij 2 blijf. Dus ik moet echt opletten met verslavingen. En kijk, als jullie graag een guilty pleasure hebben, voilà. Ik vond die Tetris wel. Ja, ik vond op zich een verslaving is meestal sowieso een guilty pleasure. Dus op zich vind ik dat wel een oké. Maar antwoord. Ik ben er al lang vanaf. Zonder therapie te volgen of zo, ik ben er gewoon vanaf geraakt. Mm-hmm. Top. En begrijp je dat ook volwassenen daar echt kunnen aan verslaafd raken? Want veel mensen denken dat het alleen jonge mensen zijn, maar. Ah, er is onderzoek naar gedaan dat. Een dokter onder ons zal mij tegenspreken als het niet klopt, maar dat gewoon bepaalde mensen een aanleg hebben voor verslavingen. En dat kan zich dan op heel veel verschillende manieren, uit een vrij onschuldige manier. Ik bedoel, allerlei feitjes uit het hoofd leren om deel te nemen aan quizzen is misschien ook een verslaving. Voor alle duidelijkheid, dat heb ik nooit gedaan. Maar dat is dan een minder onschuldige verslaving natuurlijk dan tabak of alcohol of iets anders. Maar ja, ik kijk naar de dokter onder ons, naar het schijnt bestaat er een soort verslavingsgen dat ervoor zorgt dat sommige mensen daar meer vatbaar voor zijn dan anderen. Ja, ik denk dat er jammer genoeg zo heel wat zijn. Hè. En misschien is de ziekte die ik heb niet zo erg, hè. Dus klein alfa-rommetjes verzamelen, maar mensen die gokverslaafd zijn, die drankverslaafd zijn, dat kan tot zeer ernstige dingen leiden. Hè. Maar ik denk dat iedereen van ons... Ik heb ook eens een heel leuk boek gelezen over de psychology of collecting. Waarom verzamelt iemand? En daar zijn dan verschillende redenen voor. Maar we hebben nooit een premier gehad die allemaal hanen verzamelde. Hè. En er zijn nog mensen die verzamelen. Waarom verzamelt? Hoe begint dat? Dat is eigenlijk wel boeiend, maar... Dat is dan zeker genetisch wel ergens een trekje. Hè. Men noemt dat dan ook vaak. Hè. Dat is een trekje dat de mensen hebben. Dat zal wel een genetisch en meerdere genetische afwijkingen zijn die ervoor zorgen dat iemand dat juist wel of juist niet doet. Ja, maar het en het ook, kan onder controle houden. Want op zich verzamelen, als het maar geen verzamelwoede wordt, hè, met dan de nadruk op woede. Maar het verzamelen van die wagentjes heb je nog steeds onder controle, toch? Mijn echtgenote vindt van niet. De kasten, er is eigenlijk een beetje... Ik moet aan uw motto's denken. Hij zegt, ik heb geen plaats meer. Ik denk dat ik stilaan gaan stoppen, want de vitrines zijn behoorlijk gevuld. Ja. Of een kast bijkopen. Nee, dat ga ik niet doen, want dan krijg ik ruzie thuis. Oké. We gaan naar vraag 1. Daar zijn al veel podcasts mee begonnen, maar deze dus niet. En we gaan eens terugblikken op ons leven. We hebben dat al een paar keer gedaan in de loop van de vorige vragen. Als je dat doet, terugkijken op je leven, waarvoor ben je dan het meest dankbaar, Luc? Dat ik enorm veel kansen gekregen heb, waarvan ik geprobeerd heb de meeste aan te nemen en daar iets mee te doen. Ik heb van jongs af aan gezegd van ik ga dokterke worden, niet brandweerman of piloot of politieman. Nee, ik was 5 jaar en ik zei ik wil dokterke worden. Ik ben uiteindelijk geworden. Ik heb een heel mooie carrière, 28 jaar lang mensen kunnen helpen. Ik zeg altijd dat wij detectief en onderzoeksrechter tegelijkertijd zijn. Hè. Iemand komt met een probleem bij ons, wij moeten dat probleem proberen op te lossen. We kunnen daarvoor ook reeks onderzoeken voor doen. We moeten de dader de ziekte vinden en dan nog hopelijk zo snel mogelijk behandelen. Dat heb ik op de laatste dag dat ik in het ziekenhuis gewerkt heb doodgraag gedaan. En nu al bijna 5 jaar lang vind ik het echt boeiend om elke dag die strijd, soms misschien een ongelijke strijd met de darmkanker, toch aan te gaan. En dat vind ik eigenlijk, ik ben daar wel blij mee. En die dag van jouw pensionering, waarbij het actieve werk achter jou liet, was dat een moeilijke dag voor jou? Goed opletten, ik mocht het woord pensionering niet gebruiken, want ik ken dat woord niet. Maar ik ben dus op 1 januari 2016, nadat ik 28 jaar in het ziekenhuis werkte en ik toen
8 of 59 was, heb ik het ziekenhuis de deur achter me dichtgetrokken. Ik heb mijn ontslag gegeven en ik werk nu bijna 5 jaar fulltime voor onze VZW stopdarmkanker. Mm-hmm. Maar mis je de praktijk dan niet? Vraag ik me af. Ik moet daar redelijk in zijn. Natuurlijk mist je die. Hè. Je hebt mensen, je hebt je collega's, je hebt je verpleging, je team, je hebt de poetsvrouw van je bureau, de mevrouw van het krantenwinkeltje, de collega's, patiënten die je 10 jaar, 20, 30 jaar gevolgd hebt, die je dan van vandaag op morgen niet meer ziet, want het was redelijk abrupt. Maar ik heb ondertussen zoveel interessante mensen leren kennen. Soms zie je die nog terug of zelfs via sociale media. En met het werk dat ik nu doe, krijg ik ook ontzettend veel terug van de mensen. En mis ik het? Ja, natuurlijk mis ik het. Maar het gemis is enorm opgevuld door andere dingen. Maar als ik het goed voor heb je de VZW op zich ook gestart zelf? Ja, ja. Ik heb in 2010 met 3 jonge studenten die toen 17 jaar waren, mm-hmm. een eigen bedrijfje hadden, zijn we gestart. En ik was op voorhand al bezig met lezingen te geven, wat eigenlijk meer, gelijk Bert ook, een wat infotainment is. Want een lezing over darmkanker is eigenlijk zou iets zeer saai kunnen zijn, maar je moet dat op zo'n manier brengen dat het eigenlijk boeiend is van seconde 1 tot de laatste seconde. Mm-hmm. Ik heb dat jarenlang gecombineerd met het ziekenhuis. Van 8 tot 7:30 in de kliniek werken en dan van 8 tot 1:00 s'nachts voor de VZW. Maar er komt natuurlijk een moment dat zeer moeilijk wordt om dat te combineren. En dan heb ik de kans gehad, en eer wie ere toekomt, door Marie Koeken, die mij de mogelijkheid geboden heeft om fulltime voor de VZW te gaan. En ik nu al bijna 5 jaar fulltime voor de VZW werk. Oké, okay, Bert, we gaan de vraag naar jou doorschuiven. Als jij terugkijkt op dat mooi gevulde leven van jou, waarvoor dan ben je dan het meeste dankbaar? Voor de plek waar ik geboren ben en het tijdstip waarop ik geboren ben. Dat is niet om 4 uur, heeft men mij later verteld, op een zondag. De plek namelijk Vlaanderen en het tijdstip namelijk de jaren 60. Ik denk dat er ongelooflijk veel slechtere plekken zijn op de wereld om ter wereld te komen. Ik denk dat Vlaanderen echt een van de beste plekken is. En zelfs nog beter dan Franstalig België. En ik zal zeggen waarom. Ik heb gemerkt door mijn werk in Franstalig België, heb ik gemerkt dat ik het geluk heb om in mijn jeugd, Luc heeft het al gezegd, er was niet veel op televisie, dus wij keken niet alleen naar Brussel-Vlaams, maar ook naar Brussel-Frans. Mm-hmm. Niet omdat wij zo'n ongelooflijke bewonderaar waren van de Franse cultuur, maar omdat er niks anders was. Ja. He? Dus je keek de ene week naar Spel zonder grenzen met Jan Thijs en de week erop naar Jeux sans frontières met Paul Herman. En gewoon omdat, ja, er was niks anders. En we keken dus ook naar Nederlandse zenders. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk opgroeit als een soort halve Nederlander, 100% Vlaming, maar ook een halve Franstalige Belg. Omdat je heel veel van die beide culturen hebt meegekregen. En als ik met Franstalige Belgen spreek, of sommige van mijn vrienden die Franstalige Belgen zijn, dan merk ik dat bij hen totaal afwezig is. Dat die Vlaamse component van dat land bij hen compleet afwezig is. Dus ik dacht van, het is eigenlijk fantastisch dat je op die plek geboren bent. En dan in de jaren 60, waar mijn vader, die mocht nog net onderwijzer worden. Dat was ongelooflijk. Hij was de eerste in onze familie die op zijn 14 jaar niet in de textielfabrieken van Aalst moest gaan werken. Mm-hmm. Mijn grootouders waren echt straatarm, Mijn andere grootouders, de ouders van mijn moeder, mijn grootvader is gestorven in een verkeersongeval in 1936. Was een boer, maar ik kan je verzekeren, als je hij is meegesleurd door een dronken chauffeur, door een auto, waarop mijn grootmoeder op dat moment een miskraam heeft gekregen en waarbij eigenlijk die familie, dat gezin, dat drama echt heeft meegesleept, jaren, zelfs geen 10, 20, maar eigenlijk 50 jaar lang. Ik bedoel, verschillende mensen uit die familie zijn ook gestorven in een instelling omdat ze dat psychisch niet konden verwerken. Dat is echt een drama. Maar ook, mijn grootmoeder heeft natuurlijk geen frank schadevergoeding gekregen in 1936. Omdat ze gewoon onderaan die sociale ladder stond. Mm. En dus mijn moeder heeft helemaal niet naar school kunnen gaan. Mijn vader heeft gelukkig nog
is nog gelukkig onderwijzer kunnen worden. Als ik dan zie, gewoon omdat ik in datzelfde land 20, 30 jaar later geboren ben, welke kansen dat wij gekregen hebben, hoe dat ik met een studiebeurs naar de universiteit kon gaan. Ik was de eerste in onze familie die naar de universiteit ging. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Nu is dat allemaal evident, maar eigenlijk was dat niet zo. En ik merkte ook toen ik studeerde, ook omdat ik misschien, ik studeerde rechten en ik zat in Leuven en dan is dat echt van, ja, oké, de zoon van premier Wilfried Martens zit twee rijen achter jou en de dochter van de gouverneur zit daar en de zoon van, begrijp je, van de ambassadeur van, ja, onze ambassadeur in Japan zit ginder. En je merkte zelfs daar nog een zeker, ja, klasseverschil. Maar ik kon er wel al zitten. Het was het eerste jaar ook dat men met Erasmus begon, met uitwisseling met andere Europese landen. En het was volledig uitgesloten dat ik dat zou kunnen doen. Het was eigenlijk al een wonder dat ik in Leuven zat. En dus, ja, wat is het grootste geluk dat ik ooit gehad heb? Dat is dat ik geboren ben in Vlaanderen in 1966. Zo eenvoudig is dat. Amai, dat is heel uitgebreid, maar een mooie backstory sowieso. Ik wou nog eens terugkomen op de vraag eigenlijk, want als je me vraagt waar zit je tevreden over, dan is het eigenlijk dat ik mijn ikigai gevonden heb. En u zult me weer zeggen ikiwi. Mijn ikigai komt uit de Japanse zenleer. En ikigai is het concept van, mensen zeggen soms tegen mij van, ja, dat is uw passie, hè. Die, ik zeg, ja, oké, ja, dat is goed. Nee, dat is uw roeping. Ja, oké, dat is uw missie. Ja, en nu is het uw beroep nou ook. Wel, die vier cirkels, passie, missie, roeping en beroep, die komen samen in het midden en dat noemt ikigai de zin van het leven. Ik heb mijn zin van het leven gevonden. Mm. Daarvoor ben je op zich, denk ik, ook heel dankbaar. Ja, dat is... moet je onwaarschijnlijk dankbaar voor zijn, hè? Want niet iedereen heeft die mogelijkheid om die vier dingen heel mooi, harmonieus bijeen te krijgen en daar dan nog iets mee te doen ook, mm-hmm, hè? Dus, En zijn die altijd mooi in evenwicht? Of is er toch één element dat er toch een beetje bovenuit steekt bij jou? Ik heb soms mensen die, als ze naar een optreden, want het is eigenlijk meer infotainment, komen zeggen, ja, daar druipt de passie van af. Ja, dat zal dan misschien wel passie zijn. Hè? Ja. Misschien roeping, misschien minder. Beroep, ja, oké, je doet dat gewoon graag. Hè? Mm. Het zal dan wel de passie zijn die de mensen voelen. Hè? Mm. Ik denk dat jullie sowieso allebei een vrij druk leven hebben ook. Dat heb ik al gemerkt. Maar sowieso, uiteraard, bestaat ons leven ook uit weken. Die weken hebben dagen, 7 dagen om precies te zijn. Maar is er voor jullie, ik zal misschien beginnen bij Luc, een favoriet moment van de week? Een moment dat je zegt, van dat haal ik er even uit. Dat is voor mij een favoriet genotsmomentje. Ja, daar moet ik niet lang over nadenken. Dat is zondagochtend. Ja. Zondagochtend, ook thuis, vroeger in Hasselt, in de familie, maar nu ook. Zondagochtend vind ik eigenlijk, ik zou bijna zeggen, tot 1 uur heilig. Hè. Ja. Dat is ietske langer uitslapen, op het gemaksken opstaan, pistoleetjes gaan halen, de zondagskant erbij, ATV in Antwerpen opzetten, naar de 7e dag kijken op een heel rustig ritme. En dan, ja, tegen de middag zijn er alweer dingen die moeten gebeuren. En, maar die eerste uren van de zondagmorgen, die vind ik eigenlijk wel behoorlijk sacraal. Valt het leven dan een beetje stil voor jou op dat moment? Ja, ik durf wel eens een tweetje sturen om 10 uur, maar dat is toch wel, denk ik, het mijn minst actieve moment van de week, de zondagmorgen. Ben je in de week een vroege vogel? Wat is vroeg en wat is laat? Ik ben, denk ik, eerder een avond- en een nachtmens. Weet ik niet, een avondmens. Mm-hmm. Bert zal er waarschijnlijk ook zijn met al de optredens en lezingen die we hebben. Ja, dat is vaak om 7:30, 8 uur in Nieuwpoort. En de volgende week is het in Sint-Truiden. En dan is het in Warem. En dan is het in Liège. En dan, mensen willen nu toch even spreken. Dan is het 11:30, 11:30. En dan moet je dus nog van Nieuwpoort terug naar Antwerpen rijden. Dus dan ben je nooit voor 1:30, 1:30 dat het licht uitgaat. Hè. Nee. En 's morgens gaat het licht aan om 7:30, 7:30. Behalve op zondagmorgen. Behalve op zondagmorgen. Bert, schuif jij bij aan de ontbijttafel op zondagmorgen bij Luc? Of is het toch een ander moment van de week die je speciaal vindt? Het is een ander moment, maar het is dezelfde dag. Het is de zondagavond. Oké.
Ja, ik heb geen enkele vaste afspraak in mijn leven. Het enige wat vast is, is dat ik om de twee weken op maandag de gele zakken moet buiten zetten en op dinsdag de blauwe zakken. Dat is ongeveer het enige. Dus ik heb geen enkele... hoe lang heb ik dat gedaan? Ja, 5 jaar. Ik heb 5 jaar lang een column gehad op de RTBF Radio op maandagochtend om 7:30. En dat was eigenlijk uitzonderlijk, dat ik 5 jaar lang een wekelijkse afspraak had. Ja. Maar goed, die column doe ik nu al een paar jaar niet meer. Dus geen enkele week ziet er bij mij hetzelfde uit. Nee. Geen enkele. Mm-hmm. En inderdaad, heel onregelmatig. Het is nu al een paar jaar geleden, maar ik heb ook rondgetoerd in Nederland. En dan ben je zelfs niet om 1 uur 's nachts thuis, dan ben je om 3 uur, 3:30 thuis. Zeker als je buiten komt, ergens boven Utrecht. En je hoort op de radio zeggen van het strooizout is op in Nederland. En je doet er 3 kwartier over of 1 uur over om tot in Utrecht te geraken. En dan weet je, nu moet ik nog naar Aalst. Dus ik ben zeker geen ochtendmens. Maar als er 1 afspraak is bij ons gezin, dan is het de zondagavond. Dat is eigenlijk het enige moment in de week dat wij zeker samen eten. Ja. Met z'n vieren. Mm-hmm. En dat is dan ook zeer Belgisch. En dan zijn het frietjes van het frietkot. Oké, top. Dat is zo... Wij zijn een gezin waar waar bijna eigenlijk altijd gekookt wordt. Met heel veel verse producten enzovoort enzovoort. Maar de zondagavond kook je zelf, is het... Nee. Ik ben de enige in mijn familie die niet kookt. Okay. Dat is ik zal het mijn vader en mijn moeder heel hun leven kwalijk nemen. Ik was te klein. Zo, ik was de derde in het gezin. En mijn broer en mijn zus, die mochten alles en die mochten meehelpen brood bakken. En ik was altijd die kleine die in de weg liep en die het niet kon. Dus het is hun fout, zei ik tegen mijn vrouw. Maar het is die zondagavond, dat is eigenlijk het enige moment. Mm. Je zei daarnet dat de enige afspraak die je hebt, zijn vuilzakken buiten zetten op maandag en dinsdag. Geeft je dat rust of onrust? Naar het buiten zetten van mijn vuil. Nee, maar geeft je dat rust of onrust, het feit dat je inderdaad weinig echt afspraken moet naleven en nakomen? Ja, ik heb heel veel afspraken, maar dat is elke keer weer anders. Dat is elke week anders. Ik heb het nooit anders gekend. Mijn eerste job was bij de radio, op de redactie van Studio Brussel. En wij kregen ons werkrooster per 3 weken. Dus dat betekende, op donderdag wist ik hoe ik de week daarna zou werken. En hoeveel dagen. Ik wist ook hoeveel ik zou verdienen. Het was eigenlijk toen al een compleet onwettelijk statuut met soort van dagcontracten. Dus ik wist echt niet hoeveel ik per maand zou verdienen, laat staan in een jaar. Dus het was toen al van, oké, ik moet zondag werken tot 11:30 s'avonds. En dan weer dinsdag en dan begin ik om 6:00 s'morgens enzovoort. Dus ik heb... En dat was ook zo natuurlijk... Wie het laatste bijkwam, de jongste redacteur van dienst, die kreeg dan altijd kerstmis en nieuwjaar in zijn bak gegooid. Ik heb dat eigenlijk nooit anders geweten. Ik heb nooit een 9-to-5 job gehad. Mm. Ik heb altijd de helft van de familiefeesten gemist, mijn hele leven lang. En ik moest ook werken wanneer mijn vrouw verjaarde, enzovoort, enzovoort. Ik herinner mij dat ik ben gaan spelen, een comedy optreden gaf, de dag dat mijn schoonmoeder begraven werd. En dat had ik wel beter niet gedaan, want het was geen goed optreden. Mm. Maar ja, ik heb in al die jaren, dat is nu 23 jaar dat ik stand-up comedy speel, heb ik 1 optreden gemist, omdat ik ziek was. En al de rest... Ja, ook al voel je je niet goed, ook al... Ja, je doet het gewoon. Je moet... Het is wat Luc zei, het is een passie, maar het is natuurlijk zo dat in die passie op lange termijn komt er ook wel eens... Die wordt ook wel eens doorkruist of gedwarsboomd door akkefietjes op korte termijn. Maar goed, een overlijden in de familie is iets anders, maar je kan niet zeggen van... eigenlijk ben ik een beetje grieperig. Ik zal die lezing maar afzeggen. Ja. Je gaat dat toch doen. Maar als je bijvoorbeeld de verjaardag van je dochter opoffert, als ik het zo mag zeggen, heb je dan daarna geen spijt? Was je dan niet de afwezige vader? Nee, nu ten eerste, ik heb geen dochter. Oh, bij mijn weten. Of je zoon. voor zover ik weet. Ik kan het mij niet herinneren, zegt men tegenwoordig.
Ja, nee, ik heb veel feestjes van mijn zonen gemist. Maar die hebben dat nooit anders gekend. Nee. Die hebben dat nooit anders geweten. Dat... En weet je, er zijn zoveel mensen... Ik bedoel, mensen die op de lange omvaart zitten... mensen die met de trein rijden... as we speak, rijdt er een trein voorbij. Ik bedoel, die treinen rijden ook niet van 9 tot 5. Dus er zijn zoveel mensen die zo'n onregelmatig leven hebben. Mm-hmm. Militairen op missie in het buitenland, noem maar op. Er zijn er zoveel. Je zegt net zelf dat je agenda op zich nooit echt vol... Allee, dus hebt u vaste afspraken, maar gewoon ook wel genieten van een zondagavond. Misschien gewoon een deelvraag. Hoe hebben jullie de laatste maanden beleefd? We zijn nu 1 september. We hebben er toch wel een paar woelige maanden op zitten. Misschien heel kort, ik luister naar Luc eerst. Hoe hebben we de laatste maanden beleefd op vlak van tijdsindelingen, geschrapte lezingen en lege agendas? Ja, ik denk dat 2020 zullen we nooit vergeten. Hè? Wie op 1 januari... mekaar allemaal een goede gezondheid en een boeiend jaar. Ik wens de mensen dan meestal een boeiend jaar en een goede gezondheid. Ik had waarschijnlijk niet gedacht dat het zo zou worden. Hè. Het is toch wel een heel bijzonder jaar. Lezingen zijn... mijn laatste lezing heb ik in Sint-Truiden gegeven op 10 maart. Achteraf gezien voor een volle zaal met... En dan weten wat er in Sint-Truiden achteraf allemaal gebeurd is. Vraag je af, ja, wat heb ik daaruit gespookt? Hè? Maar oké, dat was de laatste. We zijn dan online moeten gaan en digitaal ook pauze inlassen. Creatief zijn, andere dingen zoeken. De podcast waar we mee begonnen waren, verder werken. Continu blijven communiceren op sociale media, dat hebben we gedaan. We hebben gezegd, we gaan ons niet terugtrekken. We gaan in een soort stop, niet stop darmkanker, maar stop coronamodus gaan. Mm-hmm. Ons logo aangepast. In het begin ook informatie over corona gedaan. En dan... na een tijdje toch opnieuw de volle kaart van stopdarmkanker, want dat is een probleem. Heel veel andere, ook belangrijke zieken, raken wat ondergesneeuwd en verdwijnen. Gisteren over de radio gehoord, mensen die niet meer naar het ziekenhuis durven komen, diagnoses die later gesteld worden. En dat heeft zijn impact en dat hoort men overal. En ik denk dat we stilletjes aan naar het nieuwe normaal moeten proberen gaan. Ik heb ook... eigenlijk 75 dagen in een soort lockdown bij mijn schoonfamilie in Italië gezeten. Ik heb dus de eerste maart, april, mei ginder meegemaakt. En daar was het toch nog een stukje straffer dan hier. Daar was het met drones die boven het huis vlogen en carabinieri die buiten stonden. Als je buiten kwam, was het echt niet leuk. Bert, bij jou was het ook een lege agenda van dag 1 op 2? Of, Ik zit blijkbaar midden in een sabbatical zonder dat ik het wou of besefte. 10 maart was eigenlijk ook zo'n dag bij mij, was eigenlijk mijn laatste opdracht. En dat was voor de FOD Volksgezondheid met Maggie de Blok. Voilà. Okay. Daarna had ze andere dingen aan haar hoofd, denk ik. Ja, het is heel vreemd natuurlijk. Hè. Het is, wat heb ik gedaan? Ik heb sinds 10 maart heb ik 1 lezing gegeven. En heb ik een paar webinars gegeven, hè, dus van op afstand dingen gedaan. Maar zeer weinig, dus het is echt sinds 1997 de eerste keer dat ik 5 maanden lang niet op het podium sta. Dat is heel vreemd, ik weet ook niet. Normaal gezien heb ik een paar voorstellingen over 2 weken. En ook niet gemakkelijk meteen Frans-Nederlands. En de vraag zal ook zijn van, kan ik het nog? Ja. Want het moet dan ook comedy zijn, wat toch niet zo evident is, denk ik, na zo'n lange tijd, om dat opnieuw terug op te pakken. Dus we zullen zien. En ook ja, in de culturele sector heerst er nog altijd veel onzekerheid. Het gaat meer en meer de goede kant uit, maar het blijft heel moeilijk om dingen te plannen. Ook omdat je... Kijk, als je in de horeca werkt en ze zeggen op maandag, je mag op vrijdag weer open, mits zeer hard werken, lukt dat. Maar... in onze branche werkt dat zo niet. Nee. Je kan niet zeggen van, ja oké, binnen 2 weken mogen jullie terug voor volle zalen spelen. Ja, die producties moeten wel gemaakt worden. Mm-hmm. Ik ben nu bezig met zo'n productie. Dat is de 3e keer op rij dat ik dat doe. Dat is een soort jaaroverzicht dat ik maak. Het is te zeggen, dat is teksten van mezelf, muziek van Jan de Smet van de Nieuwe Snaar en... cartoons van Karel Meersman, die tekent voor Focusknak en voor Trends. Dat is het, en daar komt dan nog een filmpje bij, dus er gebeurt van alles op het podium. Wij hebben morgen daarover vergadering van, ja, kunnen we dat maken? Ja.
Is het de moeite om dat te beginnen, om daaraan te beginnen schrijven, daaraan te beginnen werken? Ja, want je zegt jaaroverzicht, waarschijnlijk ja, sowieso. Een helft van het jaar is uiteindelijk eigenlijk al een voorgesteld onderwerp. Is het op zich moeilijk om zo'n onderwerp nu al te bespreken? Oh, nee, dat is het probleem niet. Ik heb 50 bladzijden notities liggen. Ja. Dus ik heb wel wat afgepend. Hmm. De vraag is gewoon, kunnen we het wel spelen? Ja. Bedoel, of gaan we voor €25 per man de deur uit? Ja. Waar we dan niet eens onze brandstof kunnen betalen. Hmm. En dat is zeer onduidelijk. Dat is zeer onduidelijk. Dus je wil werken, maar ja, het kan niet. Weet niet wat er op je afkomt. Dat is wel zeer frustrerend. Ja. Luc, kan jij duidelijkheid scheppen? Want je bent in jouw tweets heel duidelijk over die tweede golf. Die is er gewoon niet, zeg je nu. Die regelgeving over het aantal mensen dat naar de theater en comedyvoorstellingen kan, is een beetje te streng. Dat is heel moeilijk. Ik heb inderdaad vanmorgen een tweet gestuurd waar heel veel reactie op gekomen is, dat we eigenlijk spreken over iets wat er nooit geweest is. Hè. Een tweede golf, dus een eerste golf geweest, zeer ernstig overal. Maar die tweede golf, als je kijkt naar de ziekenhuisopnames, de mensen die op de intensieve zorg liggen, de mensen die beademd moeten worden, dan is er geen tweede golf geweest. Nu, het is iets wat ons overkomen is en iedereen heeft fouten gemaakt. Ik zal ook fouten gemaakt hebben. Het is niet gemakkelijk geweest. Waarom? Omdat we echt met een totaal nieuw virus te maken hebben. Waar we eigenlijk niks van wisten. En nog altijd weinig van weten. En dan heeft men plots de media hebben een hele doos van experten opengetrokken. En die zijn die experten. Maar men maakt één fout, en ik heb dat onlangs ook in een blog geschreven, Brouw komt naar de zonde, dat die experten zijn expert in hun domein, perfect, maar die passen hun expertise van die domeinen toe op het coronavirus. En dat is nu net wat het coronavirus ons, sorry dat ik het zo zeg, gelapt heeft. Het is zo nieuw dat niemand, er is nog geen corona-expert. Misschien binnen 2, 3, 4, 5 jaar, dan zullen we zeggen, ja, wat hadden ze dit moeten doen, wat hadden dat moeten doen. Nu wordt Zweden vergeleken met België, wordt dit en dat vergeleken. Men heeft op bepaalde maatregelen moeten nemen. En de slinger zal af en toe wel een keer te fel in de ene richting en dan weer in de andere richting. Ja. Maar de basisprincipes van handen wassen, mondmasker, openbare ruimte, veel volk en afstand houden, ja, die zullen we toch nog even moeten hanteren. Ja, ik ga toch nog eens terug. Vind je dat de culturele sector te hard geviseerd is op dat vlak? Goh, wie ben ik om dat... Ik ben een expert in darmkanker. En zeker niet in coronavirus. Als ik het nu na 6 maanden moet beoordelen, ja, dan zijn er wel een paar gekke dingen. Hè. Ik heb eergisteravond in een bijna vol vliegtuig teruggevlogen van Italië met een mondmasker en met 120 mensen aan boord. En dat is dan eigenlijk in een lange, kleine sigaar die op 10.000 meter hoogte hangt. En zou je dus niet in een theaterzaal met stoel tussen, dat zou niet mogen. Ja. Dus. Maar dat is niet helemaal consequent, zeg je nu. Ik denk gemakkelijk om kritiek te geven, maar het is... Ik denk dat het gewoon onder de radar bleef, dat men het niet belangrijk vond, dat men geen belangrijke sector vond. En dan is die sector beginnen lobbyen, want dat was ook nodig, en beginnen informatie geven. En plotseling hadden bewindvoerders dan toch door van, tja, er zijn 80.000 mensen die daar hun brood in verdienen in die sector. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk allemaal kleine zelfstandigen. Dat is niet één groot bedrijf zoals Brussels Airlines. Onze minister van Cultuur, die zei onlangs in een interview, ja, maar ja, ze hebben toch hun subsidies. Ja, nee, 90-95% van die sector, dat zijn, zoals ik, dat zijn gewoon kleine zelfstandigen die een factuur sturen. Zo eenvoudig is dat. Dus ik denk dat onze de mensen aan het roer de sector gewoon heel slecht kennen. Ja. En ze zijn die sector gewoon vergeten. Het is duidelijk dat zeer terecht dat er veel aandacht naar de horeca ging. En dat is zeer terecht, want dat is ook een sector met heel veel kleine zelfstandigen, met weinig marges enzovoort. Maar men is die cultuur- en evenementensector echt heel eenvoudig vergeten. En nu begint dat. En ik moet zeggen, de aandacht was er eerst in Franstalig België, waar men trouwens een fulltime minister van cultuur heeft, voordat die aandacht er ook in Vlaanderen was.
En als er een sector is die draaiboeken heeft, dan zijn het wel de eventmensen. Hè? Die weten zeer goed wat veiligheid is. Ja. Die draaiboeken, die moeten maar gewoon niet uit de kast pakken. Tegenwoordig is gewoon downloaden. En wat men ook vaak waarschijnlijk toch vergeten heeft, dat als Bert een lezing geeft, als ik een optreden geef, of al vice versa, dan zijn wij niet alleen daar. Hè. Mm-hmm. Dan is daar de geluidman, dan is daar de muziek, daar is degene die... Van de belichting. De belichting, er komt heel veel bekijken. En dat zijn inderdaad allemaal mensen die ook hun werk kwijt zijn. Mm-hmm. Hè. In Italië zijn er ook dramatische toestanden, hier ook. En ja, The Sound of Silence, actie die nu onlangs... Maar vergeten, waarschijnlijk vergeten in het begin. Als we het dan even over sound hebben, en dan, laten we zeggen, mochten ze 2020 verfilmen, wordt het op één, denk ik, een heel enge film. Ook een groot deel over het virus. Maar stel nu dat ze jullie leven verfilmen. Stel dat ze een film maken van het leven van Bert en Luc. Apart, uiteraard. Bert, welke soundtrack zouden ze dan mogen gebruiken om onder die film te zetten? Stel, The Life of Bert. En ze mogen daar een soundtrack onder plaatsen. Het mag echt een concreet liedje, een concrete artiest zijn. Dat is pas echt een heel moeilijke vraag. Verschillende songs zijn. Of een genre. Maar natuurlijk gaat nooit iemand mijn leven verfilmen. Het wordt nog geen tekenfilm van 4 minuten. Stel. Ik bedoel, ik kan eigenlijk niet op die vraag antwoorden. Nee. Tenzij dat je zegt, The Life of Bert, always look on the bright side of life. Ik bedoel, dat is wel zo natuurlijk. Je moet... je mag niet moedeloos worden. Dus humor is een zeer sterk wapen. Hè. Humor is... daar zijn ook verschillende studies over, dat humor een sterk wapen kan zijn in een relatie, om spanning te ontmijnen. Vooral denk ik omdat goede humor is zelfrelativering. Goede humor is humor die niet alleen, maar ook gaat over degene die de humor pleegt. Humor is een goede manier om te communiceren. Luc zei het ook al, van die lezingen mogen niet saai zijn. Daar zit ook een stuk entertainment in. En dat is ook zo. Er zijn ook mensen die mij vragen van... ga jij niet in de politiek of zo? En ik van, kijk, ik kan in de politiek gaan. En dan in het beste geval, ergens in een achterafzaaltje, komt er misschien... laat ons positief zijn. 60 mensen naar mij luisteren, waarvan er 55 eigenlijk al overtuigd zijn. Met humor kan je echt grote aantallen bereiken en kan je ook dingen vertellen die ergens overgaan. Ja. Alleen is het mooi verpakt. Dus als het dan een film moet zijn, laat het dan ook een goede, goede humoristische film zijn. Ja. Want in humor wordt er heel veel slechte dingen gemaakt, omdat ik humor zelf nogal moeilijk vindt om te maken. Maar laat het dan een goede humoristische film zijn. En dan zijn we natuurlijk geneigd om te vragen, geef ze een paar voorbeelden van die goede humoristische films die reeds gemaakt zijn. Ik moet lang teruggaan. Namelijk Billy Wilder bijvoorbeeld was een regisseur die echt hele goede dingen maakte. Die met een Duitse achtergrond... ook weer een Joodse achtergrond. Ik bedoel, de Joodse cultuur is ook enorm rijk aan humor. Die naar Amerika gegaan is, een grote regisseur geworden is in Hollywood. Met mensen zoals Jack Lemmon, Tony Curtis, Walter Matthau, Marilyn Monroe gewerkt heeft, Irma Radouz, Some Like It Hot, andere films. Dat zijn echt... Want je hebt nu humoristische films en die worden gemaakt voor het niveau van mensen van 12 jaar. Ja. Dat zijn vaak de humoristische popcorn, films. Popcorn-generatie, ja. Terwijl vroeger had je echt hele, hele goede, intelligente humoristische films. Die die zich baseerden ook op de rijkdom aan verhalen, aan Europese verhalen, aan mythes... die zij meenamen in hun cultuur, zoals in de jazz, nog zo'n Joods genre trouwens. Heel die rijkdom van muziek van Europa weerklinkt. En in die humoristische films zat dat er ook echt in. Mm-hmm. En dat zijn echt... Ik kan echt nog zo op een regenachtige zondagnamiddag zo een film uit 1954...
In de DVD-recorder steken. En daar heb ik enorm van genieten. Met de jaren 50, hè, dan het was 1958, nu 54. Ik ben een zeer nostalgisch mens. Dat is zeker zo. Luc, jouw leven wordt verfilmd en iemand zoekt jou op om de juiste muziek aan te leveren. Wat mag het voor jou zijn? Dat was dus eigenlijk een non-vraag, hè? Maar ik heb dus tijd gehad om na te denken terwijl Bert sprak. Maar voor mij zou het, denk ik, redelijk simpel. Ik denk dat de titelsong zou zijn, dat is de enigste nummer dat ik ook zelf al een keer durf zingen op een trouwfeest. Of als mijn echtgenote zegt van, ja, maar hij kan dat ook zingen. Dat is My Way. I Did It My Way. Ik heb het eigenlijk altijd op My Way gedaan. De muziek die eronder mag, dat is de enige film die ik 6 of 7 keer gezien heb en die ik, als hij vanavond op tv is, ik opnieuw volledig uitkijk, dat is Chariots of Fire. Mm-hmm. Een fantastisch mooie film. Met de muziek van Vangelis. Prachtige muziek van Vangelis. Dat is zo mooi, hele mooie film. Inhoudelijk ook een mooi verhaal. En dan mag er nog een stukje Barry White bij, Never Never Give Up. Oké, okay, amai. Het zijn 3 totaal uiteenlopende mensen, hè, die je genoemd hebt. Ja. Sinatra, Vangelis en dan Barry White. Ja. Remix. Ja. Dat mag. Dat mag. Een heel eclectische muzieksmaak heb jij dan toch? Ja, er is niks fout mee, denk nee, ik. Zeker niet. Ja, en Tina Turner mag er ook nog bij zijn. Die heb ik denk ik ook 5 of 6 keer gezien. Dat is ook een podiumbeest waar de passie ook van afdruipt. Elk concert is precies alsof het haar laatste concert is. Mm-hmm. Of haar eerste, nee, haar laatste, want het is buitengewoon. Top. Tante Tina. We don't need another hero. Oké. Mooi, mooi, mooi. We gaan nog eens een andere vraag aan jullie voorschotelen. We zijn allemaal gevoelige mensen die zeker in de artistieke wereld, denk ik, misschien wel gevoelig zijn voor applaus, voor waardering. Wat is eigenlijk het mooiste compliment dat je ooit hebt gekregen? En mogen ook weten van wie dat complimentje kreeg. Bert, ik ga eens naar jou kijken. Ik zie Bert met zijn ogen draaien waarschijnlijk van, godverdomme, wat voor vragen zijn dat hier? Ja, inderdaad. Mogen het er 2 zijn? Zeker. Veel plezier. Zelfs 3. Wel, ik heb daar straks al vermeld, ik heb een paar jaar geleden een historisch boek geschreven en u vindt het niet meer in de handel, want de laatste 300 exemplaren liggen in mijn garage. Dus het was zeker geen succes. Maar het is dan wel leuk als peers noemen ze dat dan. Ik mag ze zelfs geen peers noemen, want ze staan op dat vlak ver boven mij. Maar mensen die er verstand van hebben, zal ik maar zeggen, dat die dan zeggen van, ik vond het eigenlijk wel een heel goed boek. En ik heb daar enorm van genoten, enzovoort, enzovoort. En dat is dan toch een balsem op de ziel voor de geringe financiële inkomsten. Nee, dat is dan toch wel heel leuk als dat soort van... Ik heb het dan over mensen zoals Rick van Koulaert en Bruno de Wever. Toch wel een van de betere historici, Bruno de Wever van Vlaanderen. Als die dat tegen jou zeggen, ik heb jouw boek gelezen en ik apprecieer dat enorm. Dat streelde enorm mijn ego. Maar wat eigenlijk niet mijn ego heeft gestreeld, maar wat mij enorm veel deugd gedaan heeft, dat is, ik heb ooit een voorstelling gemaakt met 3 personages. Het was niet echt een stand-up voorstelling, want in het tweede deel, na de pauze, 50 minuten, kwam ik als Bert Kruismans niet meer aan bod. Het waren gewoon 3 personages. Het was echt gewoon verteltheater. En ik speelde onder andere een man, een oudere man, en die eindigt in een rolstoel in mijn verhaal, in een verkeersongeval. Dat is eigenlijk de pointe van het verhaal, dat hij in een rolstoel zit. En ik weet nog zeer goed, ik speelde die voorstelling in het cultureel centrum van Eeklo. En de voorstelling is gedaan, ik kom van de scène en er komt een man en een vrouw naar mij. Die mevrouw zat in een rolstoel en werd geduwd door de man omdat de lift om naar beneden te geraken daar backstage was. Dus ze konden niet via de gewone trappen naar beneden. En die kwamen naar mij en ik dacht van, ik heb net dat... Hun verhaal verteld. Dat verhaal verteld. En ik dacht van, komt hij nu zeggen dat ze kwaad is? Of zo? En die kwam naar mij en die mevrouw zei, meneer Kruismans, dank u voor deze zeer mooie voorstelling. En toen dacht ik van, ja, oké, goed. Ik was tevreden, omdat ik dacht van, wat ik wou overbrengen met deze voorstelling is overgekomen. De vogelenpiek is in de roos. Ja. Wat niet altijd evident is. Nee.
Want je danst soms op een slappe koord. Meer en meer de laatste jaren moet je enorm opletten wat je vertelt op een podium. Want dat is bijna zoals op Twitter. Er worden heel veel misverstanden gecreëerd. De tenen worden alsmaar langer. Ja, maar dat komt ook omdat gewoon de boodschap niet aankomt. Omdat de mensen iets anders horen dan wat jij wou vertellen. En ik dacht van, oké, het was een moeilijke boodschap die ik wou vertellen, maar ze is aangekomen. Mm-hmm. En dan dacht ik van, oké, dat daarvoor doen we het. Ik zie je knikken, Lucas. Jij herkent ook jouw ervaring op het podium. Absoluut, hè. Absoluut. Als je je zoveelste lezing of je optreden gaat doen, en het is eigenlijk een infotainment, een storytelling van begin tot het einde, en je hebt je verhaal gedaan, je bent anderhalf uur bezig geweest, en ik herinner mij hier in de buurt, in de Vlaamse Ardennen, cultureel centrum, ik weet niet meer welk juist, waar ik hoorde, want zij hoorden niet, of zij merkten niet dat ik hun hoorde. Twee oudere dames die op de eerste rij zaten en die zo tegen elkaar, de een zei tegen de ander, van, goh zeg, ik ben toch blij dat ik gekomen ben. Zo'n schone avond, dat had ik nooit gedacht. Het was zo interessant, hè. Als je dat dan hoort, Bert, we moeten niet flauw zijn. Of je dan nog 100 of 200 kilometer naar huis moet rijden, dan zijn ze blij. Hè. Mm. En dan de berichten op sociale media. Of iemand die zegt, dokter, ik ken u, maar jij kent mij niet. Maar jij hebt wel mijn leven gered. Ja, dan mocht er nog zo moe zijn als iets. Dan krijg je wel een boost van energie. En gelukkig zijn er regelmatig van die momenten. Mm. Is het omgekeerde ook waar? Want in een vorige podcast hoorde ik iemand zeggen, als ik 5 complimenten krijg en 1 negatieve, is het wel die negatieve die mijn gemoed helemaal ondersteboven gooit. We zijn altijd gevoelig aan kritiek. Hè. Als je ergens iets leest wat je niet graag leest, of er iets, ik denk dat het des mensens is, hè, van, dat je dat aantrekt. Maar ik probeer toch die andere gevoelens te laten overheersen en te zeggen, oké, dat kunnen ze mij toch maar niet afnemen. Hè. Mm-hmm. Werkt het ook helemaal omgekeerd, Bert? Ben je ook iemand die zelf makkelijk complimenten geeft aan iemand anders, of niet? Ik ben daar heel slecht in, denk ik. Ja. Ik ben daar echt heel slecht in. Op welke manier? Echt letterlijk het geven zelf? Of, Dat ik het te weinig doe. Ja. Ik ben de zoon van een leraar, maar ik weet niet of ik zelf zo'n goede leraar zou zijn. Want een goede leraar, dat weten we allemaal, welke leraars kennen we nog van vroeger. Dat zijn de mensen die je natuurlijk positief stimuleerden. Zeker. Die zeiden van, je bent goed bezig, een goede weg. Daar nog een beetje aan werken. Hè? Mm-hmm. Maar je bent goed bezig. Dus ik denk dat ik... Ja, nee, ik ben ervan overtuigd dat ik dat te weinig doe. Ik moet dat eens aan mijn kinderen vragen. Die weten dat beter dan ik. Ja, twee zonen. Ja. Luc? Ik heb geen kinderen, dus die kunnen niet over oordelen. Maar als ik in het ziekenhuis met assistenten werkte, heb ik nog altijd geprobeerd van eerder te wijzen op de goede dingen die ze deden dan op de zaken die ze niet gedaan hadden. Mm-hmm. Omdat je weet dat het is geen gemakkelijk beroep en er moeten beslissingen genomen worden. En er worden foute beslissingen, die moeten dan besproken worden. Maar als ze dan ook dingen goed gedaan hebben, dan mag dat ook gezegd worden. Ja. En dan is een schouderklopje, kan soms na een ganse nacht hard werken en iemand er letterlijk en figuurlijk doorgesleurd hebben. Als ze dan ergens iets vergeten waren, een kleinigheid, oké, dat corrigeert je zelf, maar je zegt dan tegen die kerels van zich, dat hebben ze toch knap gedaan. Hè? En dan weet je dat hun dat ook goed doet. Hè? Ja. Dan krijgen ze meer mee in het verhaal, denk ik. Mm-hmm. Dan zou ik vragen aan mijn positief motiverende leerkracht Nederlands uit het eerste middelbaar, Steven, dat je eventueel de laatste vraag kiest, want we zijn uiteindelijk bijna aangekomen aan het einde van deze aflevering, toch? Jazeker, het is gevlogen en dat wijst meestal op een goede podcast, denk ik. Maar we willen toch wel eindigen met deze vraag. Wie of wat heeft je leven voor een klein of een groot stuk veranderd? We leggen die vraag eerst voor aan Luc. Voor mij is dat niet zo moeilijk. Het zijn eigenlijk twee mensen die mijn leven vorm gegeven hebben enerzijds en veranderd hebben anderzijds. Ten eerste mijn vader, hè. Wij zijn thuis grootgebracht met 3 grote principes. Eerst het werk en dan het spel. Wenen helpt niet. En iedere dag je tanden poetsen. Er zat wel iets van preventie in. Hè. Eerst het werk en dan het spel. Hè. Je moest eerst zorgen dat je huiswerk klaar was. Dan mocht je gaan voetballen. Wenen helpt niet. Dus we kunnen over discussiëren of dat juist was. Maar jammer genoeg is mijn papa verongelukt in 1993 in een vliegtuigaccident in Kenia. Toen ik 43 jaar was, en dat heeft mijn leven toch wel
5 mei 1993, dat is voor mij voor en na. Hè. Dat heeft... Echt een kantelmoment eigenlijk in jouw leven. Een heel groot kantelmoment, want dat was niet alleen mijn vader, dat was mijn beste vriend. Dat was mijn beste inspirator, dat was onze papa. Hè. Mm-hmm. Als je die dan op die manier verliest, in zo'n tragisch moment, een stom vliegtuigaccident in Kenia, ja, daar heeft toch wel verschillende jaren geduurd eer dat ik daar op een normale wijze kon over spreken. Dus papa in de eerste plaats en in de tweede plaats iemand die mijn leven toch ook veranderd heeft, professioneel, dat is Marie Koeken. Hè. Mm-hmm. Marie Koeken die ik al wat langer kende, maar die mij de mogelijkheid gegeven heeft om de kliniek te verlaten, nu bijna 5 jaar geleden. En nu fulltime voor de VZW te werken. Dat is iemand die ons ook volgt op Twitter, weet perfect wat we doen. Stelt geen moeilijke vragen. Ik weet dat hij veel eisend is, maar als je hard je best doet, dan wordt dat gewaardeerd. En hij zal ook de eerste zijn die ergens een like of een dit of een dat doet. En dat is iemand die mijn leven letterlijk en figuurlijk veranderd heeft. En daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor. Ja, want zonder Marie Koeken was de hele VZW... Zonder Marie Koeken had ik waarschijnlijk in 2015 een tweetje gestuurd, want op dat ogenblik was de balans professioneel-privé die was niet bepaald een evenwicht. En een lange strandwandeling in de vooravond dat ik terug naar België kwam, zei mijn lieve echtgenote tegen mij, kijk, we hebben toch een probleem. Ik zeg, god, ja, vooravond van het verlof, een probleem. Ja, jij hebt 3 passies, hè. Uw kliniek, uw stopdarmkanker en mij. Dat is 1 te veel. Kies maar. Ja, dat is wel een moeilijke terugvlucht geweest, hè. Maar dan heb ik op het juiste moment met Marie Koeken een heel goed gesprek gehad en heb ik dus de kliniek, de passiekliniek, achtergelaten en heb ik nu 2 grote passies en dus de balans misschien al iets meer in evenwicht. Oké. Bert, is er ook zoiets in jouw leven concreet dat jouw bestaan voor een klein of groot stuk helemaal heeft omgetoverd? Er zijn een aantal mensen natuurlijk die jou kansen geven. Je weet natuurlijk niet, je kan nooit vergelijken met wat er niet geweest is. Hè? Ik bedoel, Jan Schaukes, een radiomonument. De baas van Studio Brussel, die nu nog altijd actief is en die zich onder andere bezighoudt met het begeleiden van de journalisten van VTM. Er komen 30, 40 mensen bij hem op auditie en hij pikt er eentje uit en dat ben ik dan. Ik bedoel, dat is niet onbelangrijk natuurlijk. Hè. Dat is de eerste die mij op professioneel vlak een kans heeft gegeven. Maar veel belangrijker dan dat nog, ja, is eigenlijk ook mijn vader. Mm-hmm. Ik heb het al verteld, mijn vader wou eigenlijk heel graag naar het conservatorium. Mijn vader is een hele goede zanger. Is ook wel een beetje zanger geweest. Mijn vader heeft, let op, 3 weken in de top 30 gestaan. En die heeft zijn kinderen... Er was geen sprake van bij hem thuis dat dat mogelijk zou zijn. Je kon even goed zeggen van, je mag naar de planeet Mars op vakantie. Voor het milieu waar mijn vader uitkwam in de jaren 50, daar zijn we weer, was dat echt onmogelijk, ondenkbaar. En dus heeft mijn vader zijn kinderen eigenlijk alle kansen gegeven op dat vlak. En is mijn vader, heeft hij naast zijn job als leerkracht een tweede job aangenomen in de muziekschool, omdat hij toch elke dag bijna met zijn kinderen daar naartoe moest, dus hij kon er even goed blijven en daar werken. En hij heeft toch... Hij is zeer belangrijk geweest in al de dingen die ik nu ook doe. Ik bedoel, het feit dat wij mochten alles doen op de muziek. Alles doen, hè. Dictie, voordracht, toneel, notenleren, zang, alle instrumenten, noem maar op. Ik bedoel, wij waren een halve fischenbak, onze familie, van die muziekschool daar. En ook als het ging over... We hadden een zeer karig budget thuis, maar toch proberen van boeken te kopen, van platen te kopen, met dat weinige geld dat we hadden. Hij heeft dat enorm gestimuleerd. Die culturele opvoeding heeft hij enorm gestimuleerd. En dat heb ik voor een groot gedeelte aan hem te danken. En dan, omdat Luc er ook over sprak, het is natuurlijk zo, hè, ik bedoel... ik heb een zeer onregelmatig leven. Ik doe heel veel verschillende dingen. Het gaat alle kanten uit. Je zit 30 jaar lang met financiële onzekerheid.
Zeker als er een pandemie voorbij komt. En dan moet je wel een thuisfront hebben dat daarmee overweg kan. Mm. Dan is het echt stand by your man, want anders lukt dat niet. Ik kwam geregeld om 3 uur, 4 uur 's nachts thuis, dus het was overduidelijk dat ik niet de ouder was die de kindjes uit hun bed haalde en naar school deed, enzovoort, enzovoort. En dat bij het oudercontact meestal de papa ontbrak. Mm. Het was zelfs zo dat mijn oudste zoon... toen was ik echt heel druk aan het werken achter de schermen van televisie. Ik zat ook vaak in het buitenland. Toen die peuter was, voor hem was het eigenlijk heel eenvoudig. De ouder die thuis was, dat was mama. En de ouder die weg was, dat was papa. Dus die zeldzame keren dat ik met mijn zoontje alleen thuis was en mijn vrouw er niet was, dan noemde hij mij mama. Want in zijn wereld was degene die er was, was mama, en degene die weg was, was papa. Dus dat zegt genoeg over hoeveel ik thuis was. En dan moet je echt wel een partner hebben die daarmee overweg kan. Ja. Die dat steunt. Ik vond het een heel sterk einde van de podcast, Pietrian. Ik vond dat heel leuk. Dank u wel alstublieft voor de persoonlijke inzichten. Zijn we altijd veel meer, denk ik. Hè? Ja, ik vond jullie heel open, zeker naar het einde van de podcast toe. Sterk. Wel, jullie hadden gezegd dat we misschien twee tegenpolen of heel weinig gemeen hadden, maar ik denk dat gebleken is dat we heel veel gemeen hebben. Hè? En zeker. Misschien is er nog een nieuw project op stapel, dat we een keer samen optreden. Hè? En de grote boodschap brengen. Hè? Wie weet. Zoals die zitten, Bert? Never say never. Hè? Ik heb al de meest gekke dingen gedaan in mijn leven. Ik heb vorig jaar een theatervoorstelling gemaakt. Voor kankerpatiënten en hun familie. We hebben die gemaakt in het Frans en in het Nederlands. We hebben die maar 1 keer gespeeld. We hebben dat gespeeld in Flagey in Brussel op de Werelddag tegen kanker. Was ook zeer boeiend de reacties van het publiek te zien. Namelijk, de mensen die zelf kankerpatiënt waren of geweest waren, of die daar heel dichtbij stonden, die gingen volledig mee in het verhaal. En de mensen die er wat verder af stonden, die voelden zich zeer onwennig. Maar de mensen die zelf met de ziekte te maken hadden, die apprecieerden ook enorm dat ik zelf over mijn avonturen, mijn belevenissen als kankerpatiënt vertelde. Want dat is soms vreemd, hè. Ik bedoel, ik moest nog even op doorgaan. Ik moest... voor de eerste maal bij de dermatoloog. Hè. En omdat huidkanker bij ons een familietrekje is, er zijn er ontzettend veel. We hebben eigenlijk een klantenkaart bij de dermatoloog. Wij gaan soms gewoon met 8 tegelijk, dat is gemakkelijker. Krijgen jullie korting? Dan krijgen we korting. Ja, nee, dat is veel gemakkelijker. Ik bedoel, er zijn er zoveel die er last van hebben bij ons. Ik zeg altijd, we hebben 2 karaktertrekjes. We hebben slecht karakter en slecht vel, slechte huid. Maar een goed hart en goede longen, gelukkig. Tijd om die voorstelling terug nieuw leven te blazen. Maar ik ging letterlijk met mijn vader naar de dermatoloog. Dus je zit daar in de wachtzaal en er wordt dan... Ja, meneer, het is aan u. En dan ben je 43, 44 jaar en dan gaat de papa van 73 jaar mee naar de dokter. En zitten die mensen naar mij te kijken, ik heb dan nog een bekend gezicht, zitten die mensen naar mij te kijken, die snul kan niet eens alleen naar de dokter gaan. Dus dat soort van verhalen vertelde ik in die voorstelling. Mm-hmm. En dat werd enorm geapprecieerd. En dan klinkt ook weer die bevrijdende lach, hoewel je het over een zeer zwaar beladen thema hebt. Mooi. Zoals ik zei, blaas die voorstelling Nieuw Leven in, Bert, en we komen zeker eens kijken. Bedankt alleszins, heren, voor jullie openheid in dit uur en een half ondertussen al. Appreciëren we altijd ten zeerste als jullie zichzelf volledig openstellen en gewoon laten gaan. Ja. Ik heb het al gezegd, meestal is het een los gesprek onder vrienden, dus wie weet in niet-coronatijden dat we allemaal eens een pint gaan drinken op ons gemak. En een voorstelling voorbereiden misschien voor jullie dan. De grote boodschap, doe de test. Voilà. De one-liner die blijft hangen natuurlijk. Tuurlijk. Bert en Luc, dankjewel. En ook Pietrian natuurlijk graag tot de volgende keer in Tweespraak. Dankjewel Steven, dankjewel Luc en Bert. Tot de volgende. Graag.